Hey there, welcome to a brand new episode of Music Express. My name is Twan, and in this week's vlog you will see my interview with Yves de Ruiter, in which he tells the story behind the Cherry Moon Tracks classic, The House of House. But before we start with the interview, please make sure to subscribe to my channel, and very important, also make sure to click the bell button, because then you will get a notification the next time a new vlog is online. Alright, here it is, my interview with Yves de Ruiter and the story behind The House of House by Cherry Moon Tracks. Enjoy! In 1994, Yves de Ruiter, Axel Stevenson and Frankie Kloek teamed up for a project which they called Cherry Moon Tracks. Their very first release was the hard trance track The House of House. Because of the upcoming 30th anniversary of The House of House, I recently sat down with Yves de Ruiter to ask him about the story behind this massive classic. We recorded the interview in Dutch, so make sure to turn on the English subtitles. My first question to Yves was if he could explain what Cherry Moon exactly was. Dat was een club in Lokeren, waar ik begin te draaien in 1993, denk ik. Toen kwam ik van Barocci in Zundert. Dat is, net bij de grens. Een club. Ik ben daar begonnen samen met Mike Thompson nog, dat weet ik nog. En dat was ook een commerciële club zo geweest. En dan ook overgeschakeld naar die house, zo, weet je. Dus, en dan ook, ja, weet je, vrijdag, zaterdag. Daar, heel de Bolzak-klik zat er dan ook op de deur. Maar ik was er mijn DJ dan geworden met Frankie Kloek. Ja, die kwam op zaterdag wel, 2.000-3.000 man toch al gemakkelijk. Een zaak van 1.500 man. Dus gekhuis. Ja, in alles. Ja. Ja, rock and roll, zal ik zeggen. Ja, zotte tijd, schat. Zotte tijd. Ja, en ik ben toch wel blij ook dat ik zo, ja, weet je, dat toch mee op de kaart heb gezet. Mm-hmm. Ja. Mee als eerste DJ van de Cherry Moon, dus. Ja. En op welk moment kwam je op het idee om een track te maken? Of wat start het van? Ja, nee, dat was eigenlijk ook weer zo dat verhaal. Dus de club, hè, overal waar ik gedraaide, heb ik dan zo een plaats gemaakt voor de club. Of platen gemaakt. Dus en eigenlijk, ja, het idee was gewoon, ja, weet je, zo van, ook weer van met de eigenaar van de club, Rudy Pensé, ja. En dan, hij had zo, Cherry Moon, en dan, hij had dan het ding van met de House of House al. Dus op de achtste grond. En ik dacht van, ja, weet je, wat kunnen we daarmee doen? Dus ik had al eigenlijk zo van, weet je wat, we gaan gewoon, we pakken de House of God, en we gaan gewoon de House of House. Ja. Weet je, dus, ja, dus en, ja, de rest, ja. Ja, ik zeg het, dat was ook in de Bonsai Studios. Ja, weet je, dat was niet normaal. Met Axel Stevenson en zo. Dus, Die kennen we van Jones en Steve. Ja, wel. Dus ik zeg het, die werkte ook samen met Frederico Santini. Mm-hmm. Dus dat waren toen twee handen op één buik, zal ik zeggen. Maar ja, dat was in de studio. En het gebeurde gewoon. Mm-hmm. Ook zo, ik had ook zo dat ding ook, dat ik ook altijd dat ik in de studio zat. Ik had altijd zo, ik ging altijd graag naar die breaks. Gewoon naar de spanning van de mensen en losgaan. En dus daarmee ook zo, het verhaal met Cherry Moon. Dus de plaats eigenlijk gemaakt voor de club. Ja, zo hebben we het altijd gedaan. Dus, en uiteindelijk, de plaat die daarna is gekomen, Let There Be House. Ja, weet je, dat was de opvolger. Mm-hmm. Maar ja, de House of House, er is niks dat er is boven gegaan. Nee, dat zeg. Van de platen die erna kwamen, hè, van ja. Cherry Moon. Dus, en weet je hoe lang het duurde voordat die plaat klaar was? Dat was ook zoiets. Pakte een goeie weekje, maar dan ook weer zo wat gedraaid, zo draaien en testen. Ja, zo. Dat was wel vroeger het leuke. Weet je dan, dat is niet goed of dat, ik zou dat willen veranderen. Komen we terug in de studio, leuk, weet je, ja. En als je dat ging draaien, ging het dan op een dat-tapeje of echt cassette? Vroeger, dat. En dan met de cd, maar ik weet nog, de periode met die DAT's. Oh man, dat was moeilijk. Ja, dan kon je niet mixen. Nee, ik kon het niet. Dus, maar soms hadden we dan een chance, geluk, dat het eigenlijk wel klopte, die beat. Dus dat we iets speelden, dat het eigenlijk redelijk kon gemixt worden met een beetje geluk. Dus, en dan achteraf, ja, dan kwam de cd, dus dat was ook wel leuker voor te spelen, gemakkelijker. Dus, zalige tijd, hè, als je er aan terugdenkt. Ja. Oh, maar ja.
En die plaat die komt natuurlijk uit bij Bonsai. En toen hun de plaat hoorden, vonden ze het gelijk een goede plaat. Ja, maar ik zeg het. Alles, dat was niet normaal. Ik vergelijk dat met broodjes. Van een broodjeszaak. Alles wat eruit kwam bij Bonsai in die periode, dat ging... Dat verkocht laksel, dat werkte, dat ging los overal, dat was niet normaal. Ja, ja. En de House of House is natuurlijk echt een super vette classic. En, Still one of the best, hè? En nog steeds inderdaad. Was het echt gelijk ook een hit toen die uitkwam? Ik weet het nog goed, de eerste keer dat ik die draaide was op Mayday. Oh. In Dortmund. In 94, ik hoef voor hem. Ja, Dortmund, 94, ja. Ah, wel, ik had daar een hoop stress. Ik weet nog goed, dat was ook mijn eerste plaat met de vinyl. Ook weer al die camera's op me. Mayday, 25.000, 30.000 man. Eerste keer ook voor mij. Groot indoor. Dus ik was volledig aan het stressen. Niet normaal. Van binnen, dat was een en al... niet normaal, echt niet normaal. En dan mijn eerste plaat, ik zette dan de House of House op. Dus in the beginning, there was Jack. En dan poe, dus dat geef ik skin ook weer. Dus ja, iedereen bam, bam, en dan die break, alles kapot. En dan was het bij mij zo, oké, we zijn vertrokken. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat was voor mij echt niet normaal. De eerste keer, dat weet ik nog, ik heb misschien nog wel gespeeld, in Sherrywood, maar zo echt zo voor zo'n publiek. Dat zit dat mij nooit zal, dat zal me altijd bijblijven. De eerste keer, Dortmund, Mayday. Poeh, was niet normaal. En dan die plaat, dus je eigen plaat, zo zien marcheren. Maar toen speelden we die wel op het originele tempo, 150. Nu speel ik dat op 140, mijn classics. Nou ja, ik kan wat houden. Ja. Nee, maar dat is echt niet normaal. En nu, als ik zie soms terug op YouTube, zo dat filmpje van, dat was ook heel simpel. Die beelden zijn slecht. Allee, dat was allemaal zo, niet digitaal, hè. Ja. Dus dat was zo'n grote spot op mijn kop. Zo, die DJ-boot, veel te laag. Vreselijk gewoon. Maar ja, toen was het allemaal... Ja, maar ongelooflijk. Ik zal het nooit vergeten. En dan zeker niet met die plaat. Ja. Maar heeft de House of House, heeft dat jouw DJ-carrière ook een boost gegeven? Ik denk dat wel. Ik denk dat ook veel van mijn plaat. Alleen zo de Rebel, Back to Earth, noem maar op. Ik denk dat wel... Maar ik zal wel zeggen, ik maakte niet die muziek voor dat. Mm-hmm. Ik maakte gewoon wat ik al zei. Ja, gewoon voor te spelen. Gewoon. Ja. Voor de mensen. Wauw, zie, mijn plaat ziet dat volk gaan. Ja. Maar ik was in mijn cijfers bezig. Dat interesseerde me niet. Nee. Ik zeg het, dat was allemaal rock and roll. Allee, weet je, feesten, rock and roll. En amuseren en fuck de rest. Ja, dat was zo. Ja. Kijk, de House of House die is in de loop der jaren die gereleased met de remixen van onder andere Mike Push, Oliver Leap, Tauker, General Mark en 50 Fingers of Like Mike versus Vinnie Vici. Kijk, in 2019 is er een nieuwe remix gereleased van Thomas Schumacher. Ja. En ik geloof dat Nina Kravitz, die heeft ook een bootleg gemaakt. En die heeft zo een edit gemaakt. Die heeft eigenlijk het stuk, wanneer dat hem eigenlijk zou losgaan, heeft hij eigenlijk terug een stuk dus eraan geplakt. Dus dat hij eigenlijk niet zou losgaan. Dus het beste gaat eraf. Vind ik, hè. Ja. Maar voor haar set was dat misschien wel ideaal. Ja. Maar oké. Ik vond de beste mix van mijn kick dan toch na de originele, de Thomas Schumacher. Ja. Dat was voor mij, en die speel ik nog altijd in mijn techno-sets. Ik heb ook niet... Die was ook niet te veel ik noem dat soms een plaat verkracht, dat niet goed is. Dat is zo, hoe blijft er dan af? En met de House of House, ik ben heel kritisch op remixen van mij of van iemand anders, maar van een ander, dat is mijn probleem niet, weet je. Maar als het dan van mij is, ben ik daar heel kritisch op. En dan, en ik heb hem ook zelf gefeliciteerd. Van, wel dan. Ja, echt waar, hij was heel blij ook dat ik dat dan zei. Ja. Dus dat was een goede mix, goede remix. Mooi. Nou, in 2022 hebben zowel Emily Lenz en Tiësto de House of House in hun sets op Tomorrowland even in high. En de track die kwam ook in de top 3 bij The Greatest Switch. Dat is een chart van luisteraars van Radio Brussel kunnen stemmen op hun favoriete dance classics. Ja. Ben je soms niet verbaasd dat na 30 jaar na de release die plaat nog steeds echt de bom is? Ja, wel, maar dit is toch ongelooflijk. In mijn ogen, ik heb precies soms de indruk dat die plaat beter werkt dan vroeger. Ja. En terwijl dat die vroeger al zo aan het knallen was. Mm-hmm. Ja, en bij mij ook. Ik speel die plaat elke keer. En ik krijg daar niet genoeg van. Ja.
Dat is ongelooflijk. Andere platen ben ik zo bui als iets. Mm-hmm. En met de House of House, ik weet niet wat dat is. Dat is ook zoiets magisch. Die plaat zit zo graag in één. Die heeft alles. Ik weet het niet. Ja. Ik kan die plaat. Die plaat moet altijd in mijn set zitten. Ja. Is het niet de originele, is het de Thomas Schumacher. Ja. Ja, ik vind het. Ja. Ik heb er geen woorden voor. Dat is ongelooflijk. Ja, mooi. En dan ook blij. Hè, want dat die grote artiesten, al die grote, ja. Nina Kravitz, Peggy Ju, noem maar op, Charlotte Witte of Amelie Lens, dat die plaat allemaal oppikken, dat is toch ongelooflijk, van waar komt dat ineens? Ja, ik ben even denk ik weet even niet hoe oud Charlotte Witte en Amelie Lens zijn, maar waar in ieder geval geboren toen de House of House uitkwam? Nee, denk ik. Maar het is toch ongelooflijk? Ja. En zo heb ik dan nog weer een paar platen, dat ik denk, hoi. Ben je nou de enigste mee? Ben je gewoon platen van mijn ogen op? Het is bijna dus 30 jaar geleden dat de House of House uitkwam. Ongelooflijk, ja. Denk je dat je nog iets gaat doen voor de 30ste verjaardag van de House of House? Of heb je iets van, ik hoor. Dat ga ik toch intern eens moeten besproken, denk ik. Misschien niet. We zullen wel zien. Als je nu iemand zou mogen kiezen die nog een remix zou maken, wie zou het al zijn? Voor de House of House, hè? Ja. Goh, wat te vragen. Ja. Dan blijf ik nog altijd zo bij mijn mensen. Allee, waar ik zo een goed gevoel bij heb. Ook weer zo een Bart Skills of zo. Ik weet het niet. Of de René Zonneveld. Ja. Op zijn manier. Mm-hmm. Of misschien is het een Carol Cox of zo. Maar ik weet het niet. Of Charlotte Witt. Allee, of Amelie Lens. Ik weet het niet. Ja, dan blijft het wel een beetje in België natuurlijk, hè? Ja, ik weet niet. Dat is misschien voor iemand anders gemakkelijk een vraag, maar voor ik gewoon ook omdat ik dat moeilijk vind, omdat dat zo'n goede plaat is. Ja. Voordat de remixen, door wie gaat dat laten doen? Ja, en ik kan me best voorstellen als je iemand vraagt van ja, wil je de House of House remixen? Die geeft er wel aan, hè? Ja, maar dat ze misschien zeggen van ja, dat is een klassieker, dat ga ik niet doen. Ja, maar dat zou je er ook zo. Ja. Kinderen die dat doen, hè? Ja, ja. Die zeggen ik blijf daar af. Ja, nee, ja, snap ik. Ik zou dat, ik heb daar... Allee, heel veel respect voor als er iemand zegt van... Nee, sorry, ik blijf eraf. Allee, ik zou daar misschien ook met bepaalde platen hebben dat ik zeg van... Wow. Dat ga ik niet doen. Nee. Ja, het is niet altijd zo simpel, zo. Nee. Van een heel goede plaat, nog een betere plaat te maken. Mm-hmm. Lastig. Ja. Misschien wel iets vernieuwends, zo. Allee, voor hedendaags nu, of iets, een andere mix. Maar dat gaat niet blijven. Nee. Snap je, die in House of House, binnen 10 jaar spelen ze die nog. Ja. Volgens mij. Ja. En misschien nog langer ook. Ja, dat is wel mooi. Die een Schumacher, denk ik, dat gaat minderen. Ja. Dat is nu, want ik speel dat redelijk veel. Maar ja, die originele, die blijft altijd toch zo achter. Ja, die blijft maar achtervolgen. Ja. Ik vraag mij af, wat voor muziek luister je eigenlijk in je vrije tijd? 80's. Ja? Ja. En alles van 80's. Ik zeg het, true 80's, bij mij, nostalgie. Staat altijd op. Ja. Mag in mijn auto stappen, dat staat allemaal op 80's. Ik weet niet, ik word er vrolijk van, ik word er rustig van. Ik hou van die muziek, van een waanzinnige tijd. Ja. Ja, alle ABBA, waanzinnig. Ja. Barry White, grote fan. Ja. Grappig, ja. Ja. Ja, maar ik vind het... Jawel, maar ik vind dat leuk. Ik heb zo'n brede dingen. Hoe komt dat ik dat gedraaid heb? Ja. Dus dat zal misschien ook wel er iets mee te maken hebben, denk ik. Met mijn achtergrond. Ja. Ja, plus je bent natuurlijk zelf opgegroeid in die tijd. Jawel, met al die muziek, en ook de jaren 70 ook. Hè. Ja. Ik bedoel, grave dingen zijn vroeger. Ja, dat is leuk. Maar het liefst de jaren 80. Het liefst de jaren 80, want ik zeg het. Soms ga ik eens naar de 70's. Ook leuk, hè, maat. Heel oud. Oh, mijn zalig. Ja. Nou, maar er staat heel weinig house techno bij mij. Oké. Ja, dat hoor ik van meer DJ's. Dat ze zeggen van oké. Ja, niet aan het draaien, ben ik niet in de studio zitten, dan wil ik gewoon even iets zilten. Ja, gewoon. Ja, helemaal. Lekker fris. Ja. Ah, super, dankjewel voor je tijd en succes met alles. Heel graag gedaan. Thank you. Alright, that was it. This week's Raw, my interview with Yves de Ruiter and the story behind The House of House by Cherry Moon Tracks. Yves, thank you very much for your time. Much appreciated. Thank you for watching. I hope you enjoyed the vlog. If you did, make sure to give this video a like. Leave a comment in the comment section below. And very important, make sure to subscribe. Also make sure to click the bell button, because then you will get a notification the next time a new vlog is online. And I did 2 more interviews with Yves. The first one is online already. In that one he tells the story behind Calling Earth, another big track from Yves.
And in the second one, which will be online in a couple of weeks, you will hear the story behind Back to Earth, another big Yves de Ruiter classic. So stay tuned. Once again, thanks for watching, and until next time, bye bye.